very first date is gonna be great. I'm gonna get my perfect mate. Hey! Als ex-rapper heeft Judith behoorlijk wat buitenlandavontuurtjes beleefd. Ik heb 13 jaar in Jacksonville, Florida gewoond. Ik ben er naartoe gegaan op een reis in eerste instantie. En daar heb ik toen mijn nu ex-man ontmoet. En dus zodoende dat ik daar ben gaan wonen. Hallo. Hallo. Judith. Ja, klopt. Wat een prachtig mooie kleur. Ja, dankjewel. Ja. In mijn laatste relatie ging eigenlijk fout. Ik denk dat ik te veel heb gegeven en te weinig terug heb gekregen. Heb je daar een Nederlandse leeuw getatoeëerd? Ja, zo. Goeie. Ja, ik zat te kijken, hè? Ja, die herken ik wel. Heb je die op een speciaal moment laten zetten? Ja, een klein beetje wel. Ik heb 13 jaar in Amerika gewoond. Kijk. Dus toen vond ik dat ik zo sterk was dat ik het hart van een leeuw had. En toen dacht ik, nou, dan ga ik iets speciaals doen, toch naar Nederland toe. Wel mooi. Dus, mooi verhaal. Zo doen. Doe maar een pornstar martini. Is goed. Doe maar. En je hebt dus 13 jaar in Amerika gewoond? Ja, klopt. Ja. Hoe dat zo? Ja, liefde, hè? Grenzeloos. Ja, precies. Hoe hadden jullie elkaar leren kennen? Ik deed muziek. Ja? En hij ook. Hij was de producer. Wat voor muziek maakte je dan? Ik maakte rapmuziek. Dus ik rapte. Ik heb geen hits gehad eruit. Maar wel een hele leuke ervaring. En ja, ik kon optreden als rapper. Ook heel veel muzikanten ontmoet. Wat mag er hier voor je binnenkomen dan? Wat zou nou leuk zijn? Wat zou nou leuk zijn? Ja. Ik hou wel van donkere mannen. En gewoon iemand met een leuk gevoel voor humor. En een beetje pit. Ik heb best wel een fel karakter. Dus als iemand is op wie ik heen kan gaan lopen, dan wordt dat helemaal niks. Dat zal bij Henrique niet snel gebeuren. Hij is erop getraind om mensen in toom te houden. Mijn laatste activiteit qua werk, voordat de pandemie kwam, was ik werkzaam als international bodyguard. De aandacht die hij daarmee krijgt, laat hem niet koud. Ik ben zeker een charmeur, dat hoor ik vaak dan van anderen zeggen of naar mij roepen. Maar ik ben gewoon zo. En in feite, als ik me zo opstel naar anderen toe en is het niet met een achterliggende gedachte om iets voor terug te krijgen. Ik hou gewoon van contact met mensen. Hallo. Hallo. Henrique. Yes, mijn naam is Henrique. Welkom. Goed. Maar ben je kalm of is dat een beetje van ik heb er zin in? Ik heb een natuurlijk overwicht. Natuurlijk overwicht. Ja. Die heb ik heel nooit sereen. Heel sereen. Oké, okay, nou, dat is heel mooi. Ja, ik wil gewoon kindjes maken voor mijn zoontje. Nee, nou, even serieus. Nou, dat ook. Dat hoort er ook bij. Maar ik wil een serieuze relatie. Gewoon iemand die, zoals ik gewend ben, die met mij gewoon lange termijn plannen heeft, samen voor elkaar staan. Hallo. Hey. Veel plezier. Dierit. En Rick. Hoe gaat het? Goed. Met jou. Ja, goed. Waar kom je vandaan? Rotterdam. Rotterdam, eindje rijden. Ja, en jij? Amsterdam. Oh, echt waar? Ja. Waar is die boek hier? Ja, die komt Mel Gibson. Mel Gibson. Daar lijkt hij op. Dat lijkt hij erop? Ja. Vind je? Ja, ik weet het. Ik heb een idee. Oh, je bent echt een brutaal. Hallo, dat is normaal, weet je. Even chill, joh. Ik zit hier in een restaurant. Dat ik dacht van, oh, oké. Okay. Je bent er zo een. Oh, je bent brutaal. Nee. Echt Amsterdammer, hè. Goeiedag. Dank u. The one and only. Hoe heet jij? Victor. Victor, aangenaam. Hi. Wat zal het worden? Dankjewel, spaarrood. Is goed. Zonder rijst. Oké. Okay. Duidelijk. Ga je nou aan de spaarrood? Ik drink heel af en toe alcohol. Ik hoef geen alcohol te doen. Okay. Deze indruk was... ja, het zit wel goed. Ja. Maar in ieder geval, wat doe je in het dagelijks leven? In mijn dagelijks leven ben ik kwaliteitsmedewerker. Ik doe groente en fruit, doe ik controleren. Heel gezond. Wat doe jij? Zo. Op dit moment heb ik een overbruggingsbaan. Mm-hmm. Covid lab tester. Oké. Okay. En ik werk ook thuis voor een provider, zeg maar. Jullie tafel is klaar.
Nee, doen we niet. Oké. Okay. Ja, juist. Dank je wel. Heb ik 2 maanden zeebaars op de huid gebakken? Ik kreeg nog een kabeljauw. Dit is Pip, ik heb niet besteld. Jawel. Ja, jawel. Jawel. Geen grapjes, hè? Nee. Oh, excuse, dit is niet de bedoeling. Vergeet het, telefoon gaat. Sorry, jongens. Vergeet uit te zetten. Nu voor mij staat het altijd op stil. Even uit. Excuses. Maar het is wel belangrijk. Ik moet even een bericht achterlaten en dan... Nou, Bella, een momentje. Meneer, ik ben belangrijk. Nee, dat is het niet. Oké, nu uit de wereld. Dankjewel, sorry. Nou. Hebben we nou uitgezet of hebben we ook gereageerd? Ook gereageerd, want het is belangrijk. Mijn afspraak die je na hebt. En het is best wel belangrijk. Dus je hebt gewoon een afspraak na mij. Wauw. Zakelijke afspraak. Dat zegt wel hoe je voelde over deze first date. Het is niet zoals het lijkt. Maar die chips toch op? Ja, dankjewel. Die is wel lekker. Winterden. Maar je bent hier niet geboren? Nee, hier? Nee. Waar ben je geboren? Moment. Je wilt de spanning op? Nou, moet gewoon... Zag je Almere dadelijk? Komt het. Ik ben in Afrika geboren. In Afrika? Zuidwest-Afrika. Oké, Angola. Angola, ik ken het, hè? Aha. Geografisch goed georiënteerd. Goed. Daar ben ik opgegroeid. Daar ben ik geboren. Portugal opgegroeid. Portugal, oké. Tot mijn 18e. Oh, dus je spreekt Portugees? Portugees, Spaans, Italiaans, Engels en Nederlands. En was je getrouwd? Nooit. Nooit getrouwd? Samengewoond, 19 jaar. 19 jaar samengewoond? Ik vertel liever niet zoveel over mijn zoon. In deze tijdigheid belangrijk om te zeggen, ik heb een zoon, zo oud. Dat is wel heel erg lang. Betrouwbare, dat zie je dat een betrouwbare monogaam individu bent. Ja, je bent een weegschaal, dus dat weet ik niet hoor. Nou, is er voordelen. Zijn meestal niet zo heel erg loyaal. Maar dat is mijn ervaring. Ja, dat is een algemene oordeel. Dat is waar. Een cliché onder een cliché. Die zijn vaak waar, maar... Bij jou is het anders. Ja. What about you? Ik ben 2,5 jaar geleden hierheen gekomen, naar Nederland toe. En dus ik heb eigenlijk geen serieuze date, helemaal niks gehad. Wel eens een dateje gehad hier zo in Nederland. Daarvoor heb ik in Amerika wel gewoon een serieuze relatie gehad. Hoe lang heb je in Amerika gewoond? 13 jaar. 13 jaar? Ja. En een relatie gehad? Ja, ik was getrouwd. Oh, getrouwd? Ja. Oké. Okay. Mijn zoon is ook van... Nou, leuk. Hij is meegekomen naar Nederland? Ja, mijn zoon. Ja. Ja, absoluut. Lekker bij mama. Goed zo. Ja, tuurlijk. Maar niet vergeten dat het belangrijk is om bij papa verbonden te blijven natuurlijk. Absoluut. Mooi. Ik heb ook geen beef met zijn vader of zo. Geen ruzie met zijn vader. Mm. De beslissing dat ik terug naar Nederland kwam is ook wel overwegen met zijn vader. Mm. Onder het mom van dat hij elk jaar naar zijn vader toe gaat. Mm. Dus, alleen? Reist hij alleen? Ja, is groot genoeg? Mijn zoon heeft autisme. Mm. Dus... Dat is niet erg. We zijn ook heel intelligent op bepaalde vlakken. Ja, op bepaalde vlakken wel, ja. Is hij een hacker misschien? Sorry? Is hij een hacker? Een hacker? Nee, dat niet. Nee, dat absoluut niet. Hij is heel erg begaan met mensen. Dus, met mensen? Ja, dus ik denk dat ik gisteren ergens heb gezegd dat ik hoofdpijn had of zo. En dan vraagt hij mij s'avonds, dan zegt hij tegen mij, gaat het goed mama? Weet je, heb je nog hoofdpijn? En zij is heel erg gevoelig voor bepaalde dingen. Mm-hmm. Dus, ja. Waarom ben jij nog single? Dat is even de eerste vraag. Omdat ook, ik ben heel veel kwijtgeraakt. Hè? Ik had, ja... Best wel veel opgebouwd sinds ik in Nederland ben. Ja. En ik had veel financiële verantwoordelijkheden. En ik was financieel onafhankelijk. Dat ging hartstikke prima. En heel veel kwijtgeraakt. Bezittingen. Was het door corona?
Ja, door corona. Ik zou niet, maar door de corona. En... Ah, ja. Ja. Precies. Dus dat was de reden was corona. Precies. Redelijk op de rit nu. Een beetje rust in mijn leven gekregen. En ik ben dan elke avond alleen op de bank. Ja, ja. Ik, ik kook voor 4, 5 mensen. Ik eet voor 3 mensen. Er lagen nog 2 borden over. Dus, ja. Hallo. Ja. Hallo. Hi. Ja, mijn heer. Ja, ik heb het kistje, ja. Alsjeblieft. Oh, een cadeautje. Cadeautje. Nou. Neem jij hem? Ik neem, maar ik kan alleen contant betalen. Het moment van de waarheid. Ja. Willen jullie elkaar nog een keer zien? Nou, moet ik eerst dan? Ja, ik... Ja, ja ik wil je nog wel een keertje zien. Goed. Dat ga ik een keertje doen. Oh. Lijkt me leuk. Ja, ja, dat dacht ik al. We gaan elkaar nog een keer zien. Geniet nog even lekker na. Dank je wel. En wel thuis. Goed, dank je wel. Doei. Dank voor je gastvrijheid. Natuurlijk. Leuk. Strikken. Ja, ik denk het wel. Ze hebben het leuk gehad.